Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag Elesje's kamer omtoveren. Elesje is nu 9 en wordt in september 10, dus hij is dan een tiener. Oh my god, ik ben moeder van een tiener. Ik voel me zo oud. Maar anyways, ik ga dus nu zijn kamer omtoveren in een tiener-proof kamer. Hij heeft echt zoveel speelgoed overal liggen. Het is gewoon niet meer nodig. Hij wordt al groot en hij speelt daar niet meer mee. En kleine jongens worden groot. Anyways, dus ik ga nu zijn kamer helemaal opruimen en schoonmaken en hele make-over geven dus. Hier gaan we zijn oude bankje wegdoen, want ja, die heeft hij al best wat lang en hij doet er gewoon echt helemaal niks meer mee dan alleen maar speelgoed eronder duwen. Dus wij dachten, nou, die gaat weg, neemt ze ook wat meer ruimte. Ja, rollen maar. Ja, zoals je ziet ben ik meer van het schoonmaken en is Nick meer van de dingen in elkaar zetten. Dat komt omdat ik een bloedhekel heb aan dingen van de IKEA in elkaar zetten. Ik heb daar gewoon geen geduld voor. 0,0 geduld. Dus vandaar dat we die rolverdeling heel goed hebben gedaan bij ons twee. Al die schroefjes. Hallo? Nee, ik had tegen je broertje. Wow! Hier, de kartonnen doos. Sorry, ik heb het echt super druk, joh. Ik ben echt veel aan het doen en zo. Vind je niet? Ik heb verschrikkelijk druk. Oef! Ik ben dus van plan om zoiets te kopen voor achter zijn bed. We gaan de kamer feng shui maken, dus het bed moet naar de andere kant nu. En hij vindt het ook wat fijn, want hij sliep nu achter de deur en hij wil gewoon in het midden van zijn kamer slapen. Zodat hij wat meer overzicht heeft. Ja, echt harde werkers. We hadden weer iets niet goed gedaan, dus vandaar dat we hem weer op ons plek moesten zetten waar hij hoort. Maar ik vind het zo eigenlijk ook wel leuker staan, want hij heeft een beetje die muur erachter, vind ik het gewoon beter. Met elkaar passen. En hij wilde heel graag een gamehokje. Dus dat hebben we dus voor hem gedaan. Ik ben het nu nog aan het opruimen. Maar zoals je dadelijk ziet is het helemaal af. En dan heeft hij gewoon zijn lekkere gamehoek. Volgorde in een la. I love it. I walked into the room and then I saw your face. You looked me in the eye and then I wanted to erase myself. Erase myself. I didn't want to fall but then I stepped right in. I looked down at the ground and then I felt it right within. It was too late for me. Too late for her. You took a step forward and tilted your head. With a curious glance you stared and I fell dead. Oh my god, I think I'm dying. You said hey and I said hello. What's your name? I'd really like to know about you too. Zo, zijn kamer is helemaal af. Hij heeft nu twee kasten. Eentje met spiegel en één zonder spiegel. In het midden staat zijn bed. Ik wil hier nog een bankje voor kopen. Dat houten dingetje hierachter. Wat ik even hier laat zien. Dit ding. Dat wil ik dus hier hebben.
En dan haal ik de achterwand weg. Maar nu heb ik het dus even zo gelaten. Deze zitkussens had ik dus gekocht. En nu heeft hij zo'n game hoekje. Alleen wil ik nog een kleedje hier kopen. Een lekker zacht chill kleedje. En voor de rest staat alles er dan wel. En misschien nog wat van die stickers achter op de muur. En hier is zijn werkgedeelte. Nou, werk. Het huiswerk dat hij heeft. Zijn tienerkamer is helemaal af. En I love it. De leuke video. Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal. Ik upload 2 keer in de week vanaf nu weer. Ja. 2 keer in de week over mijn moederleven en mijn gezinsleven. Dus vind je dat leuk? Doe dan het belletje aan, zodat jij op de hoogte blijft. Tot de volgende video.